Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Help uw gezin, familie, collega's of buren met de SOS-alarm-app. Voordat seconden minuten worden. Wij zijn vandaag in Den Haag in Nieuwspoort, het nieuwscentrum van Nederland. En wij hebben nieuws voor u. Nieuws voor 17 miljoen Nederlanders. Ook u kunt natuurlijk het initiatief ondersteunen van SOS Alarm. De app waarmee u levens kunt redden. Kijkt u naar ons nieuws. Heel hartelijk welkom deze middag bij de start van de SOS Alarm-app. Als we kijken naar de politiekantoor balans, dat is allemaal goed georganiseerd. Alleen we hebben gewoon die aanrijdtijd hebben we mee te maken. We hebben een boel mensen in Nederland die eerste hulpverleners zijn, in de buurt zijn, niet altijd op de hoogte waren dat de kwaliteit is. Door daar de afgelopen jaren met veel van die mensen te spreken zijn we gekomen denk ik, tot een concept wat we met elkaar kunnen gaan uitdragen waar de basis nu voor ligt. Maar die basis is er echt pas het begin. En daar zullen we politie van voor balans, maar ook burgers, dat jullie voor nodig hebben om de kennis die jullie hebben te delen, om met elkaar eigenlijk tot een heel mooi systeem te komen. En ik denk namelijk dat dit systeem uiteindelijk ervoor zorgt dat ook waar heel veel onze dierbaren ooit geholpen worden. Of in ieder geval eerst de hulp georganiseerd krijgen tot die politie van Drommeland sluit gaan komen. En wat wij doen is eigenlijk een koppeling maken waarbij enerzijds burgerhulpverleners in de buurt worden gealarmeerd, maar anderzijds gewoon de normale procedure van 1-2 meldkamer eigenlijk tot stand komt. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Help uw gezin, familie, collega's of buren met de SOS Alarm app. Voordat seconden minuten worden. Is er iemand in levensgevaar? Of is er een ander soort noodsituatie? Dan belt u normaal met 112. Vanaf nu kunt u ook alarmeren via de landelijke SOS Alarm app. Hiermee alarmeert u 112 en SOS Alarm hulpverleners in uw buurt. Hoe dat werkt, leggen wij u graag uit. Open de app en kies of u een noodsituatie heeft. Kies het soort noodsituatie en geef aan of er meerdere slachtoffers bij betrokken zijn. U wordt altijd automatisch doorverbonden met de 112 meldkamer waar ze u telefonisch verder helpen. Zij informeren de hulpdiensten welke nodig zijn, zoals politie, brandweer en ambulance. Al voordat u contact heeft met de 112 meldkamer worden, afhankelijk van de noodsituatie, SOS-alarm hulpverleners, indien in de buurt, gealarmeerd via de app. Eventueel kunt u foto's delen via de SOS-alarm app, zodat hulpverleners vooraf nog beter geïnformeerd zijn. SOS-alarmhulpverleners zijn onder andere EHBO'ers en BHV'ers, politie, brandweer, defensie, ambulance en zorgmedewerkers in hun vrije tijd. Zij werken in bedrijven bij u in de buurt, wonen in de straat, sporten of zijn toevallig dichtbij. U ziet op de app hoeveel hulpverleners op deze oproep reageren en u komen ondersteunen totdat de officiële hulpdiensten zijn gearriveerd. Zo worden aanrijdtijden gezamenlijk overbrugd en wordt er hulp geboden aan uw noodsituatie. Wat kunt u nu zelf doen? Download de landelijke SOS Alarm app en gebruik deze bij een noodsituatie. Vertel ook vooral al uw vrienden en bekenden over het bestaan van deze app. Ontdek de overige opties in deze app zoals persoon vermist, EHBO tips, NL Alert en meer. Kent u iemand met kennis van eerste hulp? Zorg dat diegene zich registreert bij het landelijk register van Nederlanders met hulpcompetenties. Bezoek ook onze website en download informatie welke u kunt delen met de buurt, bedrijven, overheid of vereniging. Het delen via sociale media is ook mogelijk via onze site. Bedrijven en mensen helpen elkaar bij een noodsituatie. Wij allen samen zijn SOS Alarm. Download nu de landelijke SOS Alarm app. Voordat seconden minuten worden. Help levensredden.nl. Nou, dan is hiermee de app gelanceerd. Dus dan graag een applaus. Dat is de... We zijn vandaag bij elkaar in Nieuwspoort in Den Haag voor de lancering van de SOS Alarm app. Een app die ervoor zorg gaat dragen dat hulp verleend wordt in uw directe omgeving als u wat overkomt. EHBO'ers, BHV'ers, politie, brandweerlieden en ambulancepersoneel in de vrije tijd. Die kunnen zich aanmelden om hulp te verlenen. Zij worden opgeroepen op het moment dat er hulp nodig is. Vraagt u hen om zich aan te melden en download nu de SOS Alarm app. Ik ben Ronald Jong, ik ben ambulanceverpleegkundige. Ik heb de SOS Alarm app zelf ook gedownload.
omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen, ieder professionele hulpverlener, lid is van deze organisatie en ook zich inschrijft bij deze organisatie om als het nodig is hulp te kunnen verlenen bij hem in de buurt. Download nu de SOS Alarm App, voordat seconden minuten worden. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Help uw gezin, familie, collega's of buren met de SOS Alarm App, voordat seconden minuten worden.